Ik ben Corneli Oliveira. Ik ben een borstkanker survivor. En ik ben al 15 jaar borstkankervrij. Kankervrij. Ik voel me on top of things. En ik heb in die 15 jaar... In die 15 jaar kan ik zeggen dat ik meer ben dan een vrouw met twee borsten. Meer ben dan een vrouw zonder baarmoeder. Dat maakt je vrouw zijn niet. Je vrouw zijn is meer dan twee borsten hebben, baarmoeder hebben enzovoort. Haar op je hoofd hebben enzovoort enzovoort. Borstkanker heeft mijn leven heel erg beïnvloed, helemaal veranderd. Ik ben in een hele andere fase van mijn leven versneld gekomen. Een oncoloog is een arts die is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Vaak heeft een oncoloog zich gespecialiseerd in een bepaalde vorm van kanker of in een specifieke behandelmethode. Het was er plotseling. Natuurlijk was die kanker er niet plotseling, maar ik heb het plotseling ontdekt. In 2014 is borstkanker bij mij ontdekt. Maar ik kwam niet door nalatigheid van mij. Want in 2010 ontdekte ik twee of drie knobbeltjes in mijn borst. Ik ben ervoor naar de dokter gegaan. En ja, moest ik dan gelijk een mammo maken, een echo. En het bleek geen kwaadaardige knobbel te zijn. Maar ik moest wel elk jaar een mammo en een echo maken. Dus zodoende heb ik het 2011, 12, 13 ook gedaan. Maar het was altijd geen kwaadaardig geknobbel. Tot in 2014 ik het weer deed en toen was het wel raar. En ja, en dan kreeg ik, is het bericht wel schokkend. Op dat moment zei ik sheetjes, dus in mezelf. Van, maar niet dat het me echt geraakt had van ik ga doodgaan. Daaraan dacht ik niet. Ik vond het wel erg natuurlijk, maar een... Ik ben niet bij de pakken blijven neerzitten. Ik dacht van, hoe verder? Wat zijn de volgende stappen? Want je hebt wel gehoord dat mensen survivors zijn. Dus ik dacht van, ik kan ook wel een survivor zijn in dit geval. Ik ben Karin Revos. Ik heb 8 jaar geleden borstkanker gehad. En ik zit hier nog omdat ik me een bepaalde levensstijl heb aangemeten. En ik raad alle vrouwen aan, als je iets voelt, ook instinctief, laat je onderzoeken. Ga naar de dokter. Ik zelf heb medische oncologie gedaan. Dat is dus een specialist die gewoonlijk vanuit de interne geneeskunde komt. En die kanker behandelt met medicijnen. Dus chemotherapie, hormonale behandelingen, biologische behandelingen bijvoorbeeld. Je kan de oncologie ook benaderen vanuit snijdende vakken, dus chirurgische vakken. Zo heb je chirurgen, gynaecologen, KNO-artsen, urologen, etc. die zich hebben gespecialiseerd in behandeling van kanker op hun gebied. Dan is dat bijvoorbeeld een gynaecoloog, oncoloog, een KNO-arts, oncoloog, etc. Dat is vanuit de chirurgische zijde. En dan heb je nog oncologen die komen vanuit het veld van de radiotherapie. Dat zijn de bestralingsdokters. En eigenlijk heb je dus voor een goede behandeling van kankerpatiënten heb je vaak alle drie poten nodig. Om afhankelijk van over welke kanker je praat en in welk stadium die kanker is, te kijken wat voor een behandeling heeft iemand nodig. Of wie eerst? Eerst een chirurg, dan een medisch oncoloog, dan een bestraling of in welke volgorde. Soms heb je niet allemaal nodig, soms heb je meerdere nodig. Maar zo werkt dit in het algemeen in het veld van de oncologie. Ik zat thuis tv te kijken en ik rekte zo uit en ik voelde, hé, wat is dit? Dus ik ben erg snel, ik pak gelijk op, volgende dag naar de radioloog om te kijken van wat is dit?
En de radioloog is een familie van me. Ik zag hem verbleken en ik begreep gelijk dat het ernstig was. Toen de uitslag kwam de volgende dag, was het een behoorlijke shock. Ik had nog nooit gehoord van het woord maligne. Terwijl ik erg belezen ben, ik lees veel, maar ik was nooit bij stil blijven staan. Het ergste vond ik dat ik weet dat toen ik 24 was en ik hoogzwanger van mijn zoon, dat mijn tante, de moeder van mijn zus van mijn moeder, die overleed aan borstkanker en ze was 52. En ik weet nog dat ik daar zat en ik dacht, hoe als ik het maar niet krijg, want ik ben het enigste meisje tussen al die jongens. En ik kreeg het dus op mijn 52ste, dus ik was behoorlijk in shock. En gelijk mijn moeder gebeld, mijn vriendin gebeld, heen en weer vragen gesteld. Maar ik wist dat ik snel moest handelen. Er waren heel veel redenen waarom ik dat wilde doen, vooral privé, ik zou met vakantie gaan. En ik wilde echt even dat gewoon wel weer meemaken en die borstkanker mijn leven niet laten beïnvloeden. Zonder te weten dat het automatisch natuurlijk wel gebeurt. Ik ben best wel body conscious en ik deed mijn onderzoekingen maandelijks, twee maandelijks. Dus dat was oké. En ik ben altijd uitgegaan van knobbeltjes. Wat ik voelde, want ik heb echt wat gevoeld, ik voelde een schijf. Iets in een, dus een ovalig ding, dat voelde ik. En ik hou ervan, of hield ervan, om op mijn buik te liggen. Dus ik dacht, oh, zeker te veel hangen aan één kant, dat zal het probleem zijn. En dat was er maanden, denk ik, misschien zelf jaren, maar maanden sowieso heb ik altijd gevoeld. En een ochtend sta ik op, ik wil mijn tanden gaan poetsen en ik krijg een pijn alsof iemand met een scherp mes in mijn borst steekt. Dus gewoon een pijn van een paar seconden die zo intens was dat ik, je weet wat we zeggen, alla watrak mop uit mijn moffel. Het was eng. Ik dacht, wauw, dit heb ik nog nooit gevoeld. Dus ik bel mijn huisdokter, is ook mijn beste vriendin. En ik zei van, dit heb ik gevoeld. Ze zegt, kom direct. Ik daar naartoe, ze heeft gevoeld. Ze zegt, ik stuur je door voor een mammogram. Ik zeg, Samsa. Ik dacht, wel nee, ik stuur je door voor onderzoekingen. En toen wist ik eigenlijk al dat het foute boel was. Ze is Chinees. En ze is stoïcijns, weet je? Die mensen hun gelaat uitdrukken, we zien je niets. Maar ik ervoer al van, no, was aan fout. Dus ze heeft direct CITO-onderzoek laten doen. Ik heb een mammogram gedaan. En na het resultaat van de mammogram werd ik dan doorgestuurd. Maar alles heel kort, in een vrij kort tijdsbestek. Laten we zeggen, we praten over een week, anderhalf. Kanker is een wildgroei. Dat is dus in één woord, dat is simpel gezegd. Het probleem is dat er bij kanker een ontregeling is van normale celgroei. In het lichaam, alles in ons lichaam, de weefsels, structuren, organen bestaan uit cellen. Dat zijn kleine eenheden. Kan je zeggen, net als bakstenen van een huis. En die cellen zijn normaal wanneer je in een volwassen toestand bent, in evenwicht. Er is evenveel aanmaak als afbraak, alles blijft stabiel en onderhouden. Maar elke cel is ook een levend wezen op zich. En in een normaal lichaam of in een normaal orgaan is er een soort verstandhouding onder de cellen. Dat ze zich houden aan het aantal dat er is en de werkverdeling van wat dat orgaan moet doen. Bij kanker is het zo dat uit één cel een rebel, kan je zeggen, die houdt zich niet meer aan de regels. Die stoort zich niet meer aan de common good, om het zo te zeggen. Eén ontregelt en begint te doen wat hij zelf wil, ten koste van de rest. En gebruikt dan voedingsstoffen om te groeien, om zichzelf te vermenigvuldigen. En ten koste van zijn buren. Dus dan verdrinkt hij zijn buren, maakt zijn buren kapot, doorgroeit normale barrières, dus van organen. En dat is basically wat kanker is. Dat is een wildgroei en dat begint altijd met één cel die ontregelt, die zich niet meer aan de regels houdt. Kijk je voor die dag? Een knobbeltje, heel klein. Heel klein.
En daarom hoefde mijn borst niet geamputeerd te worden. Ik had wel een uitzaaiing in mijn oksel, dus daardoor moest ik langer bestraald worden. Daarom moest ik ook op Curaçao gaan wonen, want ik moest elke ochtend bestraald worden, 3 maanden lang. Dan kan je niet hier wonen als je niet kan bestralen, dus ik moest daar wonen. Nadat men dat ik de mammogram heb gedaan, ben ik toen naar de patholoog-anatoom geweest voor een punctie. Een punctie in die borst. En toen wisten ze het zeker. Bij die mammogram wisten we eigenlijk al dat het een foute boel was. Maar door die punctie kon men dan nagaan hoe agressief het was. En het was een agressieve boy. 2 problemen. Wildgroei van een cel. En hoe komt dat? Dat komt meestal doordat je genetische schade krijgt. Beschadiging van het DNA in die cellen. Wat maakt dat die cel vrij begint te prolifereren. Dat die normale controlemechanismen kapot zijn. De dingen die normaal de checks en balances vormen voor celgroei, die zijn er niet meer en die cel kan gewoon beginnen te groeien. Dat groeien, die wildgroei die je krijgt, is uiteindelijk voor het orgaan waarin het gebeurt. Maar later voor het hele organisme, voor de persoon waarin het gebeurt, is het fataal. Kanker is kwaadaardig, dat is inherent aan kanker. En een van de kenmerken van kanker is sowieso dus die wildgroei die je krijgt in het orgaan ten koste van de andere cellen. Dus je krijgt een zichtbaar gezwel uiteindelijk. Maar het heeft ook de neiging om zichzelf via bloedbanen, de bloedbaan, lymfebanen, etc., zich te verspreiden naar andere plekken. Die kankercellen verbruiken zelf heel veel energie van het lichaam, weer ten koste van de andere organen en structuren. En ze breken, gewoon fysiek breken, andere plekken waar ze naartoe metastaseren, uitzaaien. Bijvoorbeeld als kanker van je borst uitzaait naar de botten, wat veel gebeurt. Dan kan je ontspannen. Het bot gaat kapot op sommige plekken. Je kan gewoon door iets simpels een botfractuur krijgen. En als je bijvoorbeeld een botfractuur krijgt in je wervels, kan dat leiden tot een directe verlamming. Dus zo kan je afhankelijk van waar een uitzaaiing naartoe is, weer problemen krijgen op die plek. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Het is niet iets prettigs, want daarbij wordt de borst eigenlijk een beetje beklemd, een beetje platgedrukt tussen 2 schijven en dan wordt er een foto gemaakt van het weefsel wat tussen die schijven wordt geklemd. Dat is een beetje pijnlijk. En daarmee kan je goed de structuur van het borstweefsel zien. Dat wordt door een radioloog beoordeeld en dan kunnen ze soms zie je dat gezwelletje zelf, soms zie je bepaalde kalkspotjes op een bepaalde plek die wijzen dat er daar een afwijking is. Vaak als er iets wordt gezien wat mogelijk afwijkend is, wordt er ook nog een echo gemaakt. En als dan een gezwelletje wordt gevonden, wordt er een biopsie genomen. Dus het zijn verschillende stappen. Je begint met een screeningsonderzoek. Dat is als je dus niks hebt gevoeld. Want als je iets voelt, is het makkelijk. Dan kan je daar direct op af. Maar als het een screening is, je maakt een foto, er wordt iets gezien. Eventueel wordt er een echo gemaakt. Als je dat goed kan zien waar het is, dan wordt er ingeprikt om wat celletjes te verkrijgen. Celletjes worden opgezogen en de patholoog gestuurd. En die gaat dan zeggen, ja, dat is... Het lijkt op een kwaadaardig proces, dus bijna zeker borstkanker. Of nee, dat is iets goedaardigs. Heel vaak kan de radioloog zelf al zeggen, afhankelijk van hoe het eruit ziet op de foto, op de echo, of het kanker is of bijna zeker geen kanker is. Er is een graderingssysteem wat die radioloog gebruikt om te weten hoe groot is de kans dat dat kanker is. En afhankelijk van dat graderingssysteem kijken wat we doen. Kunnen we wachten en over een paar maanden weer een onderzoek doen of moeten we een biopsie doen? Of mag je iemand direct naar de chirurg verwijzen omdat je al zoveel zekerheid hebt dat het wel kanker is? Dat is dus wanneer het om de screening gaat daarvan. Gewoonlijk, de basis daarvan is mammografie. In het geval van borstkanker in Suriname is het vaak zo dat de meeste vrouwen ontdekken zelf of hun partner ontdekt dat er een harde plek is, een knobbel in de borst die meestal hard aanvoelt. En de meeste gevallen van kanker in Suriname, dus borstkanker, worden op die manier ontdekt door de vrouw zelf. Helaas is het wel vaak zo dat vrouwen al lang weten dat er een gezwel zit in hun borst, maar niet naar de dokter gaan omdat het geen pijn doet, zeggen ze. En dan zie je ze, wanneer ze eindelijk ziet en het is een wond geworden en hun genezingskansen veel lager zijn geworden, dan zeggen ze ja, eigenlijk heb ik het al 5 jaar of 6 jaar, maar het deed geen pijn, dus ik ben niet naar de dokter gegaan. En de hele tijd bleef het ongeveer hetzelfde. Dat is een verhaal wat we vaak horen.
We vinden af en toe komen we kankers tegen in een vroeg stadium. En dat zijn dus die kankers die door screeningsonderzoek, zonder dat er iets te voelen was, is het gevonden. En gewoonlijk heb je in die gevallen een veel betere genezingskans, want die kanker is vaak nog klein. Borstkanker is een kankersoort die ontstaat in de borstklier. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Sowieso dat borstkanker zowel bij mannen als vrouwen, maar veel meer, ongeveer 100 maal zoveel bij vrouwen voorkomt. Leeftijd speelt zeker een grote rol. Gewoonlijk zien we kanker in het algemeen bij oudere mensen voorkomen. En borstkanker sowieso, meestal na 50 jaar, zie je een steeds hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe meer borstkanker. Maar dat betekent niet alleen dat oudere vrouwen borstkanker krijgen, want ik heb heel veel patiënten gezien en we zien heel vaak zelfs jonge vrouwen met borstkanker. De oorzaken daarvan, dat kan een beetje verschillen tussen jonge en oude vrouwen. Want over het algemeen geldt voor kanker dat iedereen kan kanker krijgen. En als je oud genoeg wordt, zal je wel een of andere vorm van kanker krijgen, als je maar oud genoeg wordt. Maar wanneer kanker bij jonge mensen voorkomt, is er vaak een bepaalde genetische aanleg, aangeboren aanleg. Sommige mensen worden geboren met kleine foutjes in hun DNA-structuur. En bepaalde van deze foutjes kunnen maken dat je kans op het krijgen van sommige kankers groter wordt. Natuurlijk had ik mijn huisarts, die ook mijn beste vriendin is, had ik naast me. En wat ik niet begreep, vroeg zij, enzovoort, enzovoort. De chirurg die heeft me fantastisch opgevangen. Die zei steeds van, ik maak met u alleen afspraken aan het eind van de dag, zodat ik alle tijd voor u heb. En dat heb ik zo gewaardeerd. En hij is zo ver gegaan dat hij zei van, kijk, dit is wat we gaan doen. Dit is wat we willen doen of wat we moeten doen. Denk er een beetje over na. Ik zeg, Fudusang, het is er, het is een feit. Het heeft geen zin om waarover te gaan nadenken. Hij zegt, als je wil, kan ik zelf voor je organiseren dat je in Nederland wordt geopereerd. Ik zeg, waarvoor? Hier is die zorg beter, vind ik. Anyway, binnen 2 weken ben ik geopereerd geworden. En hij vertelde me ook over borstbesparend. Het was een agressieve tumor. En hij had het over, hij heeft me alles uitgelegd. Heel veel uitgelegd. En dat stuk van borstbesparing, daar had ik geen boodschap aan. Want in feite vertrouw je die borst nooit meer. En ik zei hem dat dat niet hoeft. Ik was... Even kijken hoe oud ik was. In ieder geval was ik niet meer in de leeftijd dat ik kinderen zou, dat ik een kinderwens had. Dus ik heb gekozen om niet borst te besparen. Dus die borst af te amputeren. En dat is ook gebeurd. Ik had het geluk dat mijn borst niet geamputeerd hoefde te worden. Met bestraling en chemo. Is het allemaal goed gekomen? Ik had een hormonale vorm. Je kan 2 vormen hebben, hormonaal of agressief. Dat is de HER2. En die had ik gelukkig niet. Waardoor Pinedo me al heel gauw zei, 100% genezing. Je moet wel doen wat ik zeg. En dat is dat. Stoppen met roken, drastisch. Alcohol terug. Rust. Raw. Levensstijl veranderen. En dan komt het goed. En dat is ook gebeurd. De operatie was geweldig. Ja, ik weet niet of je kan zeggen dat de operatie geweldig was, maar het was zo smooth. En daarna, ja, pijn volgens mij, ik weet niet of ik pijn had. Ik pijn? Nee, ik had geen pijn. Ik had geen pijn. Nee, eigenlijk herinner ik me niet zoveel meer van dat deel. Wel dat er een drain was, want er is vocht. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste was, is dat er geen uitzaaiingen waren. Ik hoefde geen chemotherapie van de dokter. Dus mijn haar was er gewoon nog wel. En daarna ben ik niet ziek geworden. Je weet toch, dips gehad of zo. Helemaal niet.
Ik ben niet hier bestraald, omdat het niet kon toen. Het academisch ziekenhuis daar, de bestralingskamer, die was nog niet af. Dus ik werd verwezen naar, eigenlijk naar Colombia, maar dat wilde ik niet. Ik wilde wel naar Curaçao. En daar was dokter Pinedo. En dokter Pinedo, dat is echt de borstkankerguru van de wereld, Bob Pinedo. En via via kon hij mij ontvangen. Dus ik ben gelijk daar naartoe gegaan nadat ik hier in het Rooms-Katholiek ziekenhuis ben geopereerd. Ik wilde absoluut die knobbel gelijk eruit en dan verder. Dat gebeurde ook. Geweldig was dat hier in het Rooms-Katholiek ziekenhuis. En daarna ben ik dus rustig weggegaan, want dan gaan ze onderzoeken wat precies in die knobbel zit. En toen ik terugkwam hebben ze me gezegd, luister, je moet bestraald worden, dus je moet weg. Ik zei nee, ik ga niet daar naartoe. Curaçao, dat kon nog. En lang verhaal kort, ik belandde daar. En dokter Pinedo heeft me eigenlijk bewust gemaakt van wat er gebeurt. Want behalve dat ik dacht, ik heb het misschien ook geërfd. Want intussen vertelde mijn moeder me dat mijn grootmoeder het ook had en een andere zus. Dus toen begreep ik, het was niet echt taboe in de familie. Maar ik was me in elk geval niet bewust dat het zoveel voorkwam bij ons. En later hoorde ik ook van mijn vaders kant dat een tante van me het ook had, zijn zus. Dat was allemaal nieuws voor mij. En ik zei aan Pinedo, nou, moet ik niet hier blijven, want in Suriname, daar gaan ze allemaal dood. En toen zei hij, nee, ze gaan niet dood omdat ze het hebben. Ze gaan dood omdat ze te laat zijn. Jij bent op tijd. En omdat ik zelf in de communicatiebusiness zit, ben ik na gaan denken van hoe kan ik al die vrouwen die deze mogelijkheid niet hebben, die ik wel heb. Want ik had vrienden, dus ik was snel geholpen in Suriname. Ik had geld, dus ik kon weg. Ik had gespaard. Al mijn geld was op na die behandeling, laat me dat gelijk zeggen. Maar gelukkig kon door de verzekeringsmaatschappij hier een groot gedeelte teruggehaald worden. En ik had natuurlijk de mogelijkheid om weg te gaan. En ik dacht, hoe doen eigenlijk al die vrouwen die dat niet hebben? En hij heeft mij eigenlijk bewust gemaakt. En zo ben ik de Pink Ribbon campagne begonnen. Omdat ik zag dat de taboe zo diep zat bij ons, dat wanneer die vrouwen het horen, dat ze niet teruggingen naar de dokter. De oncoloog hier vertelde me dat vrouwen pas komen, soms zijn hun borsten verrot. Ik kon me geen voorstelling maken, hoe zien borsten eruit die verrot zijn. De hoofdbehandeling, de belangrijkste persoon voor borstkanker is de chirurg. Want die gaat die tumor weghalen. Als je die tumor niet weghaalt, dan heb je sowieso geen kans op genezing. Die tumor moet eruit. De andere doktoren, bestraling en de medische oncologie, die spelen een aanvullende rol daarbovenop. Kijk, wanneer iemand een heel vroege borstkanker heeft, wat eigenlijk altijd door screening wordt ontdekt, is soms chirurgie alleen, een operatie alleen, voldoende. Dus tumor eruit. En dan ben je klaar. Helaas worden de meeste kankers niet zo vroeg ontdekt. En dat maakt dat er aanvullende behandelingen nodig zijn om iemands genezingskans te vergroten. Want wanneer een borstkanker eenmaal een bepaald volume heeft, een bepaalde diameter heeft. En soms ook al uitzaaiingen heeft naar de okselklieren. Want dat is vaak de eerste plek waar er uitzaaiingen ontstaan. De lymfeklieren in de oksel. Dan is alleen een operatie niet voldoende. Want als je het daarbij zou laten, kan bij een groot gedeelte van de mensen, ruim meer dan de helft, kan die kanker terug. Ofwel op dezelfde plek of op een andere plek in het lichaam. En omdat we dat weten, geven we na de operatie geven we bestraling van de plek waar de tumor was, om eventuele kankercelletjes die in het gebied nog zitten, net buiten de plek waar de chirurg heeft weggehaald, om die te doden. Dat doe je met bestraling, want bestraling is een lokale behandeling, het werkt op de plek waar je bestraalt. En chemotherapie, dat geef je om celletjes die eventueel ontsnapt zijn en op andere plekjes liggen in het lichaam, maar nog niet zichtbaar waren, omdat het net enkele celletjes zijn, die als je niks zou doen, later uitzaaiingen zouden worden, waaraan die persoon zou sterven, om die uitzaaiingen in een vroeg stadium, voordat ze te zien zijn, te doden. Daarvoor geef je chemotherapie. En dan zie je dat bij mensen bij wie je deze behandelingen geeft na hun operatie, dat je inderdaad hun overlevingskansen, hun genezingskansen flink kan verbeteren met chemotherapie en of bestraling na hun operatie. In sommige gevallen geven we de chemotherapie voor een operatie. Wanneer bijvoorbeeld een vrouw zegt,
ik wil niet dat mijn borst eraf gaat. Ik wil mijn borst behouden. Ik wil dat je alleen het gezwel weghaalt. En de chirurg zegt, nou, dat is moeilijk, want het gezwel is een beetje groot. Eigenlijk kunnen we liever die borst weghalen. Dan kan je, dat gebeurt ook steeds vaker, dat we eerst chemotherapie geven om die tumor te verkleinen. En als dat goed werkt, en dat gaat meestal ook goed, dat inderdaad mogelijk gemaakt wordt dat je niet de borst meer hoeft weg te halen, maar alleen de tumor kan weghalen. En dan moet je natuurlijk wel nog bestraling erbij krijgen. Dus de volgorde van de behandeling is niet altijd dat je eerst begint met de operatie en dan de andere dingen. Soms draaien we het om. Het hangt er, is echt, je individualiseert echt afhankelijk van wie is de persoon, wat wil de patiënt zelf en hoe groot is het gezwel. Zijn er wel of geen okselklieruitzaaiingen enzovoorts enzovoort. Dus ja, het is, je hebt deze drie moten en afhankelijk van wie het is, ook leeftijd en wensen van de patiënt, pas je aan. Van wat hebben we voor die persoon nodig om de genezingsgang zo groot mogelijk te maken. De amputatie was in mei, 6 mei. En dan ben ik met mijn chemo begonnen, ik meen juni. En dan heb ik 6 chemo's gedaan. Om de 3 weken moest ik een chemo doen, een chemo ondergaan. En ja, en dan ga je zo naar, ja, ik heb het gedaan in Diakones. Daar ben ik ook heel goed voorbereid geweest. Een applausje voor die zusters daar hoor, echt waar. Want zij leven echt met je mee, ze stellen je op je gemak. Vertellen ook hoe en wat je zal voelen, hoe je zal voelen. En ja. Maar desondanks vond je het akelig. Waarom? Wat was zo akelig eraan? Je komt daar, die geur maakt je al een beetje misselijk. Maar ja, je gaat daar, je krijgt het chemo toegediend. Ik meen dat je 3 uurtjes zat hoor, dat die chemo hier moest werken. En dan mocht je naar huis. Thuis aangekomen, dan ben je 10 dagen plat. En dan, je kan zeggen, bijna 2 weken. Hè? En de rest, dan misschien 7 dagen. Dan begin je steeds beter en beter te voelen. Maar niet topmens hoor, als een 100%. En net wanneer je je goed voelt, dan moet je weer gaan om die tweede chemo te doen. Dus dat was wel minder. Maar ja. En ja, je hebt geen smaak. Ze hadden me ook voorbereid bij die tweede chemo. Kan je haar uit beginnen te vallen? En echt waar, bij die tweede chemo was het helemaal uitgevallen. Dus had ik een kale kop. Een kale kop. Alles. Wenkbrauwen, wimpers, alles valt af. Overal. Dus, maar desondanks was ik ook niet depressief of denken van mijn eigen gezicht. Ik ging ook vooral gewoon. En als ik uitging, dan zette ik een pruik op en valse wimpers. Dus sommige mensen wisten het niet eens. Ja, maar die 10 dagen, dat is echt niet prettig. Dus chemo zou ik niet over willen doen. Ik was eigenlijk binnen... Eigenlijk gelijk na mijn chemo wist ik dat was het. Maar ik ben toch doorgegaan. Ik werd elke 3 maanden getest. En eerlijk gezegd moet ik al 1,5 jaar tot 2 jaar hoef ik geen medicijnen meer. Omdat ik deze levensstijl heb van raw voeding. En niet alleen raw hoor. Ik eet echt wel een nasi, een roti of een bami. Maar ik ben wel 2 tot 3 keer per week ben ik strak aan het juicen. Met alleen groenten, geen fruit, want dat heeft suiker. Weet je, dus je moet constant even nadenken, oké, ik hoef niet een raar leven te gaan leiden. Ik eet echt wel gewoon ook, maar je moet wel bewust zijn dat je iedere keer dingen balanceert. Ik heb gebruik gemaakt van de alternatieven. Ik heb reconstructie gedaan in 2016. Degene die borstkanker hebben gaan vaak naar workshops. Niet zelf, door Pink Ribbon georganiseerd. Dus ik ga vaak naar die workshops. En eens had je dan dokter Fakkel. En die vertelde over de mogelijkheden om een reconstructie te doen. En ik dacht, oh, wat leuk. Dat zou ik wel willen. Dus ik dan de afspraak heb maken met hem. En ja, zo is het toen vanaf gekomen. Dat ik dan in januari 2016, dat zijn ja, heb ik dan een reconstructie gedaan. Dus er is gewoon een silicoon ingeplaatst.
waardoor het leek alsof het een volle borst is. Het heeft mijn leven heel anders, andere wending gegeven. Vroeger was ik geen sporter, maar vanaf toen ben ik gaan sporten. Ik loop 2 keer in de week. Ik doe, hoe noem je die oefeningen, intervaloefeningen 2 keer in de week. Ik zwem zo af en toe ook en ik ga 2 keer naar de gym. Dus ik neem, je kan zeggen, de gym als krachttraining, die intervaloefeningen als voor flexibiliteit van het lichaam en, die, en het lopen. Want het zijn lange afstandlopers. Met lange afstandlopers loop ik. Dat neem ik meer als cardio. En ja, om gezonder te leven eigenlijk. En mijn voeding heb ik ook aangepast. Ik praat er nu echt een beetje zakelijk over. Ik ben er voor een groot gedeelte ook zakelijk mee omgegaan. Maar ik ga niet voor u jokken. Toen ik het wist, heb ik gegild. Gekozen voor natuur, spirituele dingen, rust, combinatie van dat soort dingen. Want ik heb gezien wat er gebeurt als je geen tijd aan jezelf besteedt en als je niet structureel in het bewustzijn leeft. Dus iedere keer moet ik mezelf weer zeggen, oké, waar ben ik nu? Wat gebeurt er nu? En niet in een soort, weet je, hoera stemming de hele tijd verkeren met flessen champagne en pakken sigaretten. Was ook leuk, een andere fase, maar het was wel een voorbode om te komen wat toen kwam. Ik dacht van, oké, ik heb 3 jonge kinderen in de tienerleeftijd. Ik heb een business. Ik ben een alleenstaande moeder. Hoe ga ik dat, mijn verantwoordelijkheid... Ja, toch, je hebt een grote verantwoordelijkheid als moeder. En ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn medewerkers in het bedrijf. Dus ik dacht van, oké, hoe ga ik hiermee om? En ik heb het uitgegild voor God. Ik heb gezegd, Heer, u kunt me dit niet flikken. Dit gaat niet. Hoe ga ik verder? Wat about mijn kinderen? Ik heb geen moeder meer. Wie gaat ze opvangen? Ik zeg, Heer, ik accepteer het niet. Ik heb het ook nooit geaccepteerd. Ik heb gezegd, het is uw probleem, Heer. Het is niet de mijne. U gaat zorgen dat ik mijn kinderen, dat ik mijn kindskinderen nog op mijn school ga hebben. Ik weet niet wat u gaat doen. Ik bemoei niet. Maar het is uw probleem, niet de mijne. En ik heb het ook nooit geaccepteerd. Daarna, dus jaren later, heb ik mensen gezien die echt ziektes omhelzen. Van arme ik, dat heb ik niet gedaan. Het is iets wat me is overkomen. Ik heb het niet gekocht, ik heb het niet gehuurd, ik ben het niet gaan zoeken. Het is iets wat me is overkomen. En dan kan je je opstellen als slachtoffer, maar je kan je ook opstellen als iemand die het niet accepteert. Ik moet je eerlijk zeggen, ik miste mijn kinderen heel erg. Mijn kinderen waren hier. Mijn zoon was eigenlijk al uit huis, maar hij moest terug naar huis. En dat vond ik echt een zware klap voor hem ook. Dat hij die verantwoording kreeg van een bedrijf. Omdat het bedrijf is toch je brood. Daar leefden we van. En hij kreeg opeens de verantwoordelijkheid dat hij ons in leven moest houden daar op die manier. Maar hij heeft zich erg goed er doorheen geslagen. Hij heeft daarna wel echt een terugval gehad. Dus die dingen vind ik wel pijnlijk als ik later erover denk. En voor mijn dochter ook. Het was toch wel niet altijd makkelijk natuurlijk. Want met mijn chemo hier lag ik wel natuurlijk soms dagen op een bank. En weet je, kon ik niks. Gelukkig duurde dat 3-4 dagen en de 5e dag kwam ik weer op. Omdat ik heel veel groente at. Dus die boodschap wil ik zeker meegeven. Nee, ik ben nog niet kankervrij. Sommige mensen zijn na 5 jaar kankervrij, maar in mijn geval pas na 10 jaar. Dus van die 10 jaar ben ik al 4 jaar onder controle. Ga ik 4 jaar naar controle om de 6 maanden. In het begin was het om de 3 maanden, nu is het om de 6 maanden. En ik drink nog hormoontabletten en die moet ik ook 10 jaar lang nog gebruiken. En er is onlangs iets ontdekt in uw longen? Ja, in 2016
Ja, dus ook een afwijking ontdekt in mijn longen. Dat kwam doordat ik heel erg moe werd. Tenminste, in geringste werd ik heel erg moe. En ik had ook een droge hoest. Dus voor die 6 maanden, voor controle, moest ik dan toch alsnog weer een thorax maken. Dat is een foto van je longen. En daar ontdekten ze dat ik dan een afwijking had in een van die kwabben aan mijn rechterlong. En bleek dat kanker zich daar zou kunnen, niet kunnen, maar dat kanker zich begon te ontwikkelen daar. Dus hebben ze met mijn oncoloog weer en met de chirurg, hebben ze toen besloten om een kop van mijn long te verwijderen. Want natuurlijk weet ik dat het niet dodelijk hoeft te zijn. Het is geen doodvonnis. Absoluut niet. En de dokter had mij dan al geïnformeerd, de chirurg had mij dan al geïnformeerd dat als ik dat doe, dat ik verder ga en gewoon een normaal leven leid. Niemand heeft me gezegd, of er was niet eens een kleine indicatie, dat ik het leven zou laten erbij. Dus ik had een step-up om door te gaan. Ja toch, ik heb alles geregeld. Ja toch, ik hou van regelen, zakelijk. Alles geregeld en ik ben doorgegaan. Wat ik nogmaals, misschien als ik een alleenstaande was, dat ik die kracht niet zou hebben, maar ik heb 3 kinderen. En wie gaat voor ze zorgen? Welke zaken verhogen je kans op borstkanker? Want daarvoor zijn er een heleboel onderzoekingen gedaan om te kijken. Wat voor soort gedragingen enzovoort maken dat je kans op borstkanker groter wordt? En daarvan is 1 bekende, wat bijvoorbeeld heel veel gebeurt, is het gebruik van anticonceptiva, dus de pil. Als je dat heel lang doet aan ingesloten zonder stops, en je doet dat langer dan 10 jaar, wordt je borstkankerrisico ietsje groter. Niet heel veel groter, een klein beetje. Misschien 10% of 15% groter. Zo ook, wat veel voorkomt, is overgewicht. Dus te zwaar zijn, te dik zijn, dat verhoogt je risico ook. Dus dat zijn een paar simpele dingetjes waar iemand zelf al wat kan doen. Gezond leven, zorg ervoor dat je niet te zwaar wordt. Zorg ervoor dat je, als je de pil gebruikt, dat er breaks zijn. Een zwangerschap bijvoorbeeld is een goede break. Want dat zorgt ervoor dat al die hormoonwisselingen die er komen, dat je kans op borstkanker weer verkleint. De leefstijl is roken. Roken verhoogt de kans op veel soorten van kanker, waaronder ook borstkanker. Dus dat zijn een beetje de dingen die je in je eigen hand hebt. En dan zijn er nog een heleboel andere dingen die ook kankerrisico in het algemeen verhogen. Niet alleen borstkanker, zoals blootstelling aan bepaalde soorten van gif. Landbouwgif, waarvoor er weinig of geen regulatie is in Suriname. En dat veroorzaakt vele soorten van kanker, niet alleen maar borstkanker. De manier waarop vee wordt grootgebracht. Bijvoorbeeld als je kippen en koeien in hun vee hormonen geeft, omdat ze zelf snel groeien, in hun voer hormonen geeft, dat ze snel groeien, dan krijgen wij die hormonen naar binnen door dat vlees te eten. En bepaalde van die hormonen kunnen stimulerend werken op de vorming van bepaalde kankers, waaronder borstkanker. Dus er zijn een heleboel dingen die wij als mensen doen, vaak onbewust, die de risico's op verschillende kankers, niet alleen borstkanker, kunnen verhogen. Voor wat betreft dieet en kankerrisico betreft, is het wel zo dat het bekend is dat gebruik van verwerkt vlees, bijvoorbeeld vlees uit blik, worst enzovoort, alles wat verwerkt is, dat je kans op bijvoorbeeld dikke darmkanker wat verhoogt. Dat gebruik van rauw vlees, rauwe vis, je kans op maagkanker verhoogt. Maar zo heb je weer, voor alle soorten van diëten, heb je weer dat het je risico op zo'n ziekte vermindert en zo'n ziekte verhoogt. En dat heb je weer voor alle diëten. Dus het is niet speciaal zo dat maar als je een zuiver plantaardige dieet gebruikt, dat je per se er beter van afkomt. Want dan hangt het weer van af van waar komt dat materiaal wat je eet vandaan. Want als dat is bespoten met landbouwgif,
dan heb je je risico niet verminderd, maar verhoogd juist. Dus het hangt er even af waar komt je eten vandaan, hoe is het behandeld onderweg naar jouw bord, wat zit er allemaal in aan chemicaliën, en dat geldt zowel voor vlees als voor plantaardige voeding. Mijn kinderen en ik zijn een eenheid. En ze waren perplex, maar ze waren nog klein. Ze waren mulo-leeftijd, weet je, tieners. En dan ga je er anders mee om. Mijn zoon is ietsje ouder dan die twee meisjes. En die was shocked. En, maar zei direct van, ma, met God gaan we er doorheen. Met God gaan we er zeker doorheen, no spang. We gaan ervoor, weet je. Hij was echt zo van, dit is niet het einde. En ik heb heel veel steun van ze gehad, heel veel steun, ook van mijn medewerkers. En ja, hoe ben ik ermee omgegaan? Zo van, life goes on. En zolang er leven is, is er hoop. En dat stukje van het niet accepteren is, wat ik al zei, mino pipipipping. Ik was gewoon nog Corneli enzovoort. Ik had iets wat eruit moet en toen het eruit was, is mijn leven doorgegaan. Maar wel in een, wel anders. Hoe anders? Ik heb het leven meer leren waarderen. Ik denk dat ik daarvoor heel veel voor granted nam. En ik kan niet zeggen dat ik oog in oog met de dood heb gestaan, want zo heb ik het niet ervaren. Maar het is een, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is een belletje geweest, of een bel geweest van, hallo, het zou anders hebben kunnen aflopen. En dat heeft mij een ander mens gemaakt. Het heeft me geestelijk volwassener gemaakt. Ik heb, het heeft een stukje rust gebracht in mijn geest. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik hoorde dat ik het had, dacht ik alleen in eerste instantie aan mijn kinderen. Mijn zoon was al 27, dus ik maakte me minder druk. Mijn dochter is 11 jaar jonger, ze was 16. Dus ik dacht eerlijk gezegd, oh mijn god, mijn dochter moet nog weg gaan studeren. Straks, ik zei het ook, weet je, dus mijn dochter was, had een heel grote impact op mijn verdriet erin. Omdat ik dacht, ik ga haar niet groot zien worden misschien. Mijn zoon is gelukkig al stevig in zijn schoenen. Weet je, niet dat ik het minder erg vond voor hem, helemaal niet. Maar hij was al 27 en hij was toevallig in Suriname. Omdat hij met vakantie was en niet meer weg wilde. Dus wat gebeurde er? Ik gaf hem de sleutel van mijn huis. En ik zeg, je zusje is op vakantie, ze komt straks terug. Hier is het huis, de hond, het bedrijf en ik moest weg. En hij heeft toen het bedrijf overgenomen, waarbij je toen geen app had en al die dingen. Dus elke dag moest ik hem bellen vanuit Curaçao om me uitleggen wat hij moest doen. Hij had het eigenlijk nog nooit gedaan. Hij werkte een beetje bij me, maar en toen ik terugkwam had eigenlijk het bedrijf helemaal omgekeerd en wat het met mijn leven heeft gedaan. Ik kan zo leven omdat mijn zoon het bedrijf heeft overgenomen. En dat was, wat zeggen ze, a ogricha wamboom. Ja, ze waren geschokt. Mijn collega's, weet ik, die wisten er niet mee om te gaan. Dus zij hadden gevraagd als ze counseling, of zij hadden counseling nodig. Dus hebben ze een extern bedrijf gevraagd om ze te counselen eigenlijk. Het moet een van de bedrijven zijn aan de gemeente Landsweg, hoe het heet, weet ik niet meer. En dat heb ik achteraf begrepen hoor. Ja, want ze vonden het heel erg. Maar ik weet niet, als ik je al eerder had gezegd, nadat ze me waren komen bezoeken en zagen ze dat ik heel gewoon was, dan was alles weer normaal. De familie was helemaal teneergeslagen. Zowel mijn ouders, mijn zus, mijn broertje, mijn kinderen. Maar en, ja, net als ik het zeg, zij waren bedroefd, maar ik niet. Dus ik heb ze die kracht gegeven om eroverheen te komen. Amazones zijn Indiaanse vrouwen die toen de conquistadores in Brazilië kwamen, dus de Spanjaarden die dan Brazilië wilde of Zuid-Amerika wilden overnemen, dan had je die Amazones.
En het waren vrouwen op paarden, paardrijdsters. En ze vochten met pijl en boog. En die vrouwen hadden natuurlijk ontwikkelde borsten, maar om die pijl en boog af te kunnen, of om die pijl af te kunnen schieten, was die borst, die rechterborst of die linkerborst als ze linkshandig waren, stond in de weg. En dan amputeerden ze hun borst alleen om, weet je, vrij te kunnen vechten. En toen al, dus jaren geleden, heeft dat indruk op me gemaakt. En toen kwam dat verhaal weer in me op. Ik ben het dan gaan opzoeken. En het blijkt dat die vrouwen echt bestaan hebben. Die vrouwen hebben chirurgie op het hoogste niveau uitgevoerd. Ja, toch? Ze hadden geen borstkanker, maar ze hebben die borst weggehaald. Alleen om dus die beweging te kunnen maken. Het mocht ze niet in de weg staan. Nou, toen dacht ik van wauw. Want het bleven prachtige vrouwen, strijdbare vrouwen, vrouwen met kracht, vrouwen die wisten wat ze deden. En ik denk dat dit 400-500 jaar geleden gebeurd is, 500 jaren geleden. Ik geloof wel dat het ook echt gebeurd is. Hè? En ik wilde me vereenzelvigen met die vrouwen, met die Amazones. En ik ben nog evenveel vrouw. Die vrouwen toen, die Amazones, hadden waarschijnlijk geen protheses. Wij hebben wel toegang tot protheses. En wanneer ik in een gesprek, ik loop er niet mee te koop, maar wanneer ik in een gesprek met mensen praat, mannen, vrouwen, en het komt op dit onderwerp, dan zeg ik van ja, ik ben ook survivor. En als hij zegt, kijk, een soort van ding, is het nou die links of die rechts, weet je? Echt zo kijken van, ik zie niets. En daar gaat het om. Je leven gaat door. Ik weet niet, ik heb geen echtgenoot. Dus ik weet niet hoe hij erop zou reageren. En, maar ik zou het wel een beetje kortzichtig vinden. Want het is wat de mensen denken. Het is vaak genoeg niet wat die vrouw zelf denkt. Maar wat de mensen denken om hen heen. En ik zou het erg kortzichtig vinden als een man of de familie of de omgeving zou suggereren dat je dan minder vrouw bent. Mijn dochter had erg veel verdriet. Ze was natuurlijk erg angstig. En ik weet dat ze was met vakantie. En ik heb toen mijn ex-man gevraagd om haar naar mijn moeder te sturen in Nederland. Daar kan ik even bij komen en ik wist dat mijn moeder haar goed zou kunnen opvangen. En dat is gebeurd. Dus toen ik op Curaçao was, heb ik ook met mijn ex-man afgesproken dat hij haar dan stuurt naar Curaçao. Zodat ze kan zien waarom ik 3 maanden gewoon niet thuis ben. Ik heb haar natuurlijk verteld, maar dat ze dat kon meemaken. Dus toen is ze op Curaçao geweest en in het ziekenhuis met mij 10 dagen. Ze hoefde niet elke dag mee hoor. Maar dat ze in elk geval begreep wat er gebeurde en dat ik niet hoefde te sterven. Weet je, dat was belangrijk voor mij. Dus ik kwam ook terug. Die angst natuurlijk, die angst is er bij iedereen, bij mij ook. Ik had elke dag iets van, mijn god, red ik dit nog wel? Want mensen gaan toch dood? Weet je? Tot Pinedo me zegt dat het niet hoeft. Wat ik mensen, ook mezelf natuurlijk, maar mensen heel veel zeg. En ook de mensen die nu luisteren en kijken, wil meegeven. Je moet goed rentmeesterschap hebben over je lichaam. Je kan niet naar de winkel gaan om een lichaam te kopen. Waarschijnlijk wel onderdelen zo van een nieuwe knie of zo. Maar een heel lichaam kan je niet naar de winkel gaan en zeggen van, ah, geef me een ander lichaam. Inderdaad is het niet altijd een knobbel. Dus het is echt goed dat dat gezegd wordt. Eigenlijk zou het goed zijn om zodra je anything voelt wat abnormaal voelt aan je borst. Het hoeft inderdaad niet een knobbel te zijn, een schijf kan. Of gewoon een beetje vast aanvoelende plek. Het voelt anders aan dan een andere plek op je borst. Zodra je een verandering merkt. En elke vrouw hoort haar borst te kennen. Dus normaal is het goed als je bij het baden je borsten betast. En weet hoe je borsten aanvoelen. En als je dat regelmatig doet, ga je ook snel ontdekken wanneer iets anders is. En wanneer iets anders aanvoelt, dan moet je naar de dokter. Dan moet je door een professional gezien worden. Daar gaat het vaak mis. Dat mensen denken, oh, het zal wel niks zijn, het doet geen pijn, laat het maar. Het zal wel zelf overgaan.
En dan, het doet geen pijn. En borstkanker doet inderdaad geen pijn. Het kan heel groot worden en het doet geen pijn. Intussen zaait het uit. Dus het is belangrijk dat als je iets voelt en je denkt van dit voelt abnormaal, ga naar de dokter. Laat een dokter kijken. Dat is echt belangrijk. Daar gaat het heel vaak mis. En verder is het ook zo dat er een aantal kankers zijn die niet te voelen zijn. Vooral bij vrouwen met wat grotere borsten. Als er diep in een grote borst een knobbel zit van 1 of 2 centimeter, dat hoef je helemaal niet te kunnen voelen. Dus sommige kankers kan je alleen vinden wanneer je mammografie doet. En sommige vind je ook met mammografie niet, maar wel met de echo. Dus het is belangrijk, niet als je denkt van oh, ik onderzoek mezelf en ik voel niks, dus alles is oké. Nee, dat gaat niet zo. Je moet op een gegeven moment, bij een bepaalde leeftijd, op z'n vroegst bij 40, wel starten met mammografie. En die stimulans, dat wil ik mensen meegeven. Ga naar de dokter en je hoeft niet geheimzinnig te doen, een ziekte kopen we niet. Je krijgt het en je moet ermee omgaan en je familie is altijd blij als ze kunnen helpen. Je komt af en toe in een eenzame hoek, hè. Zeker toen mijn haar afviel. Ik had natuurlijk zo'n bos haar. Ik was gek op Diana Ross, dus ik had dat grote haar en opeens heb je geen haar. Maar toen moest ik daaruit leren, je bent niet je haar, je bent wie jij bent. En je haar, dat is ook leuk, maar je bent niet je haar. Dus als je haar afvalt, dan komt er ander haar. En dat is zeker wat ik aan vrouwen wil meegeven, dat ze zich niet zo vasthouden daaraan. Ik heb wel eens iemand ontmoet hier die nog kaal is van een andere ziekte. En ik was heel blij om te horen dat ze het haarverhaal van mij zich niet schaamt om zo te lopen. Waarom? Ik besta niet alleen uit een borst. En mijn vrouwelijkheid kan je niet ophangen aan 1 of 2 borsten. Ik geloof het niet. Ik geloof dat vrouwelijkheid de whole package is. Er is onvoldoende informatie over het voorkomen van borstkanker in Suriname. Het is desondanks aangeraden dat mannen, maar vooral vrouwen, zich op tijd laten screenen voor borstkanker. Indien er enige afwijkingen opgemerkt worden in de borst, hetzij een knobbel of anderzijds, raadpleeg uw arts.